Hallo allemaal, van harte welkom bij deze YouTube-clip van de introductie van Stan, van een hele goede vriend van mij, die eigenlijk via mij positief besmet is met een spirituele ontwikkeling. Die is helderziend geworden, heldervoelend, helderwetend. En hij heeft ook de fotokinetische gaven ontwikkeld nou om ook foto's te kunnen maken. Via mij is hij eigenlijk aan de hand mee ontwikkeld en ik heb hem de vorige keer al geïntroduceerd via de YouTube clip. En Stan heeft in stilte zich ontwikkeld en heeft ook veel bijzondere dingen gedaan. Al bij een aantal mensen hele bijzondere dingen. En één persoon daarvan is al geïnterviewd, dat was Alan, die wonderlijke ervaringen met Stan heeft meegemaakt, die dus readings van Stan heeft gehad en daardoor dus heel veel dingen te weten is gekomen die Stan absoluut niet kon weten. Dus heel veel bewijskrachtige dingen. Vandaag praat ik met Jos, die is hier. Die heeft heel veel readings gekregen van Stan Pluijmen. En die heeft ongelofelijke dingen meegemaakt. Bewijs gekregen van leven en dood. Bewijs gekregen van helderziendheid, van buitenzintuigelijke waarneming. En hij komt vandaag eigenlijk hier vertellen wat hij heeft meegemaakt. En ik vind het heel leuk dat je hier bent, Jos, en dat je dit wil vertellen. En dat je wil vertellen wat voor bijzondere dingen je met Stan hebt meegemaakt. Ja, het zijn eigenlijk een heleboel dingen. Ja, heel veel, hè? Het zijn echt bijna wel honderden dingen. Ja. Eigenlijk te veel om hier op te noemen. Klopt. Ja. Het heeft echt mijn hele leven veranderd, zeg maar. Ja. Dat. Ik weet het natuurlijk van jou al een beetje, maar ik denk dat heel veel mensen natuurlijk het heel fijn vinden om, om jouw ervaringen te vertellen. Kun je zo eens een aantal bijzondere dingen beschrijven die je met Stan hebt meegemaakt? Nou ja, toen ik hem net leerde kennen, toen via MSN eigenlijk. En toen sprak hij mij aan en hij zegt op een gegeven moment de voor- en de achternaam van mijn opa. En ik had echt zoiets van, hoe komt hij daar nou bij? En wat ik zelf, ik wist de voornaam niet, wij noemden hem altijd gewoon bij de achternaam. En, dus de voornaam moest ik gewoon nog nagaan vragen bij mijn ouders. En dat klopte ook gewoon. En ik denk, hoe kan hij dat nou weten? Dus ik was al meteen overtuigd, zeg maar. En ik had zoiets van, wat gaat er nou nog meer komen? En wat weet hij? Misschien kan hij wel zo in mijn kop kijken. Ja. Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten. Nee, precies. Ja. En uiteindelijk ben ik dus best wel goed bevriend geworden met hem. En heeft hij mij meerdere readings gegeven, ook waardoor ik dus gewoon totaal mijn hele leven ben gaan veranderen. Een vriendin van mij die heeft een ongeluk gehad en die is daarbij overleden. Heel erg. Heel triest, ja. Maar haar geest is er nog steeds hier gewoon. Zeker, ja. En zij laat dat ook merken doordat zij dingen doorgeeft. Ja. En ook via Stan. Ja, ja. En ook via apparaten bij mij thuis. Wauw. En zo bijvoorbeeld het koffiezetapparaat wat kapot gaat. En dat ik van tevoren dan van Stan te horen krijg dat ze een teken gaat geven via het koffiezetapparaat. Hij had voorspeld dat het kapot zou gaan, hè, geloof ik. Ja. En binnen een week was hij gewoon dood. Kapot, ja. En niet normaal kapot, nee. Normaal zou je denken, ontkalken en dan doet je het weer. Ja. Ontkalken, niks aan de hand, loopt gewoon door. Precies. Kopje eronder, kopje koffie, komt er niet uit. Wauw. Ja, dat was voor mij zo raar. Ja. En heel confronterend, hè? Heel direct ook. Hè? Ja, heel bijzonder. En ook toen dan met dat ongeluk, er is gelogen over een aantal dingetjes. Die later dus ook weer gewoon uitgekomen zijn. Bijvoorbeeld over de bestuurder van de auto is gelogen. Vijf maanden later komen wij er dus achter dat het dus klopt. Dat er gelogen en dat had Stan gezegd? Ja. Wat had hij precies gezegd, Stan? Hij had gezegd dat het een jongen was. Ah. En
wat wij wisten, wat het verhaal was van de mensen die het auto-ongeluk wel overleefd hebben, is dat het een meid moest zijn. Ah, ja. En ja, dat klopte dus niet. Nee. En 5 maanden later kwam dus inderdaad uit dat het dus ook een jongen was. Een jongen was, is het geheim uitgekomen. Ja. Ja. Oei, 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 er is eigenlijk, dus, heeft daar een wisseltruc plaatsgevonden. Letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Ja. Oei, oei, oei. En, ja. Wat bijzonder dat Stan dat doorkreeg, want dat is toch wel echt, dat zijn toch wel bewijzen van een voortbestaan na de dood, hè? Sowieso, sowieso. Ja. Ja. En ja, dat ze ook dat ze heel veel dingetjes kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld de dag van de begrafenis van haar. Ja, ja. Kocht ik voor haar een fotolijstje voordat de begrafenis was. Ja. En ik had een foto gemaakt met een hele mooie tekst. En die wou ik in de fotolijstje doen en die wou ik aan haar moeder geven. Ik denk, dat is altijd mooi, toch? Ja. Dus ik koop dat fotolijstje. Ik leg die zo op mijn schoot neer. En ik doe die foto erin. Ik doe de kafje, de achterkantje wil ik erop doen. Ik doe die erop. En mee dat ik die erop leg, dat glas springt in duizenden stukjes. Terwijl, ja, onverklaarbaar eigenlijk, hè? Ja. Kon niet. Dat is mijn broek. Het is niet hard of zo. Het steekt niks uit. Ja. Dat glas kon niet kapot. Kon niet. Wow. Nou, later kom ik thuis. En toen zegt Stan tegen mij van, dat fotolijstje, dat glas is kapot, hè, zegt hij. En dat kon hij niet weten? Dat was gewoon, nee, ik heb hem niet gesproken verder. Nee, en hij was niet bij jou binnen geweest? Nee. Nee. En dus verder dan ook nog wat hij zegt, ja, er is een glas waar een barst in zit. Ja. En jij kwam bij Stan thuis? Of hij kwam bij jou? Of jij kwam bij Stan thuis? Ik sprak hem toen via MSN. Oh, via MSN. Dus hij was nooit bij jou binnen geweest? Nee. Helemaal nooit. Nee. Kijk, en dat is belangrijk. Dus hij kon echt niet weten, hè? Nee. En dan was er dus een barst in een glas. Ja. Dus ja, ik ga zoeken. En ik kom inderdaad een barst in een glas tegen. Ja. Ja. Door een steen die niet kan verplaatsen. Nee. Nee, precies. Ja, en dat is dan een teken van haar dan echt ook, hè? Dat is niet anders. En haar geest geeft dat dan door aan Stan natuurlijk. Ja, ja. En dat zei hij dus ook. En ja. Ja, vanaf dat moment, ja, voor mij ging een hele wereld open natuurlijk. En, ja, dat snap ik. Nou, ja. Ik praat ook steeds meer met hem. En mijn leven was nooit positief. Nee. Nooit. Nee, nee. En ja, nou dus wel. Ja, want je hebt het ook heel moeilijk gehad, hè? Ja. Dan echt best wel een heel zwaar leven achter de rug. Ja. Ja, ik heb best veel dramatische dingen meegemaakt voor mij, zeg maar. Ja. En ik leef nog steeds en ik kan weer lachen. Gelukkig, gelukkig. En blijf vooral ook onder ons. Ja. En wat mooi, wat fijn en wat bijzonder ook dat Stan jou je levenslust ook weer terug heeft gegeven. Met hulp van de andere wereld. Hè? Dat is gewoon fantastisch. Ja. Hemelse hulp gehad eigenlijk. Hè? Ja, dat is voor mij echt heel fijn. Ja. En wat bijvoorbeeld mijn opa, die is dan overleden. En doordat hij dus zeg maar die naam en doorkreeg van mijn opa, ben ik ook dingen gaan vragen. Ja. En ook dingetjes over mijn ouders. Op een gegeven moment vertelde Stan mij dus zeg maar geheimen van mijn familie. Die ik dus niet wist. En zo moet ik dus een oudere zus hebben. Nou, wat ik dus na ben gaan vragen, dat ze altijd ontkend hebben. Altijd. En afgelopen jaar, toen was mijn moeder, die was niet thuis. Ik kom thuis, ik zeg, waar is mama? Weg. Ik denk, waar naartoe dan? Maar ik wist dus niks. Nou, 3 dagen aan een stuk was ze weg. Ik denk, dat klopt niet. Nee. Dus ik ben, ik denk, ik ga daar gewoon naar Stan vragen. Nee, heb ik. Ja, kan ik krijgen. Precies. Nou ja, Stan die zegt, die is in het ziekenhuis. In het ziekenhuis. Ja, ik naar mijn vader toe. Ik zeg, mama, ik zeg in het ziekenhuis. Klopt dat? Hij geloofde niet dat ik wist dat ze gewoon in het ziekenhuis was. Ja, ja. En die lag dus inderdaad op een paasafdeling omdat het niet zo goed ging. Oh, wat zielig. En omdat ze de geheimen opkropte. En ik wist natuurlijk ook die geheimen al. Ja, ik snap het. En alles op tafel en dat heeft want ons jij zo wist veel dat geheim gegeven. Van, ja, dat snap ik. Want jij wist dat geheim van Stan eigenlijk, hè? Ja. Die had jou verteld, je hebt een oudere zus eigenlijk. Ja, officieel. Dat is een van de geheimen. Mijn moeder die is vroeger misbruikt. Daar heb ik haar mee geconfronteerd.
Nou ja, die wist dus niet hoe dat ze moest reageren. Ze heeft het wel toegegeven. Ja. En ja. Oh. Het geeft gewoon rust. Ja. In heel het gezin. Snap ik. En daardoor is de band eigenlijk met jou en met je ouders eigenlijk nog dieper geworden. Nog beter geworden. Weer beter. Weer ja. Beter, ja. 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 Ik kon eigenlijk niet thuiskomen. Nee, snap ik. Want ja, het ging gewoon niet lekker. Nee. Mijn vader en ik zijn twee dezelfde, dat is tegenpolen tegen elkaar. Dus... Oh god, ja. Ja, ja, en, nou, ja dan krijg je dat en dan is dat heel moeilijk natuurlijk. Ja, ja. Ja het is nou gewoon, ja. Ja. Ik kan gewoon op de koffie, dat is al fijn. Ja. En dan ook, ja, hun zijn ook helemaal onder natuurlijk. Hun weten dat het echt is nou, ja, hè. Sowieso. De stam heeft heil gebracht eigenlijk. Ja. Heel veel heil gebracht door de informatie die je door heeft gekregen. Ja, klopt. En doordat jij je ouders kon confronteren daarmee. En dat de waarheid naar boven is gekomen. Ja. Dat je dus, en dat waardoor er ook lucht is gekomen hè, bij jouw ouders ook. En ja, sowieso. Ook. Ja. Sowieso. De sfeer is zoveel rustiger. Ja. En ja, dat is gewoon heel fijn. Dan heb ik en als je lekker open en eerlijk naar elkaar kunt zijn, is veel fijner. Hè? Ja, vind ik wel. Ja, is ik, ook echt. Sowieso, ik hou wel van eerlijkheid. En, ja. Dat duurt ook het langste. Dat is ook ja, vind dat is ook ik wel. Ja, precies. En ja, die oude zus die is dan overleden. Ja. Dat dan wel. Die heeft ze vroeger weg moeten laten halen. Hè. Maar die heeft gewoon 30 jaar opgekropt. Gezeten. Iemand die dat 30 jaar opkropt, die kent er niet meer vrolijk zijn. Nee. Nee. Nou, dan heb ik ook. Ik heb nog een kleine broertje, een jonge broertje. Daarover had Stan dan zeg maar voorspeld dat de knoop los zou komen van een jasje of een blouseje. Ja. Nou, ik zeg dat tegen hem. Hij zegt nee, niks aan de hand, helemaal niks. Ze weet het zeker. Ja, niks aan de hand, zegt hij weer. Ik zeg oké. Okay. Nou, een week later komt hij bij mij aan. Hij zegt nou, wat nou toch? Die knoop is eraf, zegt hij. Oh, echt waar? Knoop van de blouse af. Oh, wat mooi. Nou, die is er zo gelijk om. Ja, die weet dan ook van hoe vaak gebeurt zoiets. Dat gebeurt niet vaak. Nee. En zo zijn er echt onverklaarbare dingen die bij mij zeg maar gebeuren. Waardoor ik. Ja, waardoor hij mijn leven makkelijker heeft gemaakt. En ik ook weet dat er meer is. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Fantastisch. Echt, ik ben heel blij dat je dat zo mag ervaren, want dat is echt een grote rijkdom. Want heel veel mensen gaan wel eens naar een medium toe, maar heel veel mediums vertellen toch met alle respect vaak hele vage dingen. Mm-hmm. Dingen die niet controleerbaar zijn. Maar dit verandert natuurlijk heel veel. Hè? Dat je echt getuige bent eigenlijk van een interactie tussen Stan en een andere geestelijke dimensie. Hè? Ja, en dan in mijn geval is het dan heel veel kristal. Die voor mij heel veel betekenis heeft gehad. Ja, die verongelukt is, hè? Ja. Ja, ja. En die heeft voor mij ook heel veel informatie of tekenen laten geven. Ja, gewoon geweldig. En dan denk ik, hoe kan dat? Ja, dan word je een diepgelovig mens, hè? Dan weet je dat het waar is. Ja, en zo vertelde Stan mij van, haar moeder heeft haar gezien. In het oude huis is verhuisd die moeder. Nou ja, dat klopt inderdaad. Die was verhuisd. Dat wist ik. Dus ik na gaan vragen of dat ze die verschijning heeft gezien. Ja. Nou, precies zoals Stan het zei, vertelde zij mij nog een keer dat ze dus inderdaad die verschijning gezien had. Zo, wonderlijk. Ja. Ja, en een vriendin van Christel dus, die heeft een aanraking op haar schouder gevoeld. Wist ik van Stan. Ja. Ik ben ook na gaan vragen. Klopt inderdaad. Nou, die werd in één keer lijk wit en de rilling over de lijf. Oei, ja, ik snap het. Hartstikke leuk. Ja, ja, en die weet natuurlijk dan ook meteen van... Een bevestiging van, het was echt. Ik was het niet was echt. Ik verbeeld het me niet, hè. Ja, ja. Ja. God, wat bijzonder. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè. Ja, je gaat dan ook veel meer... Ja, ook bewuster leven lijkt me zo. Het leven krijgt ineens ook veel meer zin, hè. Het krijgt, als je weet van, dat er een leven hierna is en dat je in de gaten gehouden wordt, hè? Dat er over je gewaakt wordt. Ja, dat lijkt het geeft mij een heel fijn gevoel, ja. Nou, ja, echt wel. Ja, dat is heel... Ja, en mijn vrienden die gaan er ook mee aan. Ja. Zo bijvoorbeeld een vriendin van Christel weer.
die, die echt zoiets had van wat moet ik met die informatie? Waarom gebeurt dat bij mij niet, zegt ze. Waarom laat ze mij niks weten? Ja, want ik was toch ook een goede vriendin. Ik hoor niks van haar. Ja. Nou, dus ik zal er wel vragen. Ik zeg, jij staat er toch helemaal niet voor open? Ja. Ja, nee, dat klopt, zegt ze. Dus ik heb haar gevraagd. Nou, toen zegt Stan tegen mij, ik moet van haar zeggen dat er iets gaat gebeuren. Iets met de kast. En op het moment dat dat gebeurt, weet dat meisje dat het van Christel afkomt. Dus, ik geef daar gewoon door. Ik denk, het zal allemaal wel, hè? Ja. Ik hoor het vanzelf of dat ook echt zo is. Nou, en nog geen week later, diezelfde week, ze belt me op. Ze zegt, wat er nou toch gebeurt? Ik zeg, wat dan? Ik lig op bed, zegt ze. En de hond die loopt voorbij. Ik ga dus op bed liggen. Die hond die loopt voorbij de kast, zeg maar. Hé, en heel de kast, zo'n zweefdeurenkast. Die kast, komt zo naar voren toe. Oei, uit de scharnieren, alles. Kan niet. Nee, dat kan niet, want het moet dan eerst omhoog getild worden en dan eruit, hè? Ja, ze zegt, wat er nou toch gebeurt? Heel de kast die komt naar voren. En dat is dan voorspeld. Dat was dus duidelijk een goed van Christel eigenlijk, hè? Ja, ze had ook doorgegeven van, hè, het is dat de kast. Dat ga ik doen, ja. Ja, nou, en dat was gewoon geweldig. Oh, wat mooi, ja, wonderlijk. Nou, die is er ook om. Ja, dat lijkt me wel. Ja, die heeft zoiets van, wow, dit is echt... Ja. God, wat mooi. Heel mooi. Ja, dat zijn echt, wondertjes eigenlijk. Dat mensen echt gaan beseffen van, er is veel meer... Ja. Dat is echt veel meer. Ja, en het is heel mooi natuurlijk dat... dat is ook echt een bewijs natuurlijk ook weer dat Stan natuurlijk geen fantast is. Maar dat het echt is, hè? Dat hij niet dingen fantaseert en dat het allemaal echt is natuurlijk. Hè? Dat weet je en dat voel je ook. Mensen die Stan kennen weten dat ook natuurlijk. Dat kun je ook merken. Sowieso. Maar voor de mensen die kijken en die niets... weten. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi, heel bevestigend. Ja. Dat het allemaal eerlijk en oprecht is. Ja, sowieso. Ja, precies. En het feit dat ik dan je naam moet gaan vragen of het wel echt zo is. Ja, ik vind het gewoon geweldig. En Christel die weet natuurlijk dat ze via Stan ook mij kan bereiken. Zo ook haar moeder kan bereiken. Zo ook haar vrienden kan bereiken. Ja. En die dus ook allemaal een boodschap kan geven die ze wil geven. En waardoor ik weer mensen kan helpen natuurlijk. Geeft mij altijd ook weer een goed gevoel. Ja. Oh, mooi. Ik kan weer lachen. Mijn leven is ook dat is keer. Belangrijk. Dat is zo belangrijk. En dat je de zin van het leven weer inziet. En dat je weer kan lachen. Dat je blij bent. Want depressief zijn is het meest verschrikkelijke wat er is. Ja. Dat is, ik weet dat zelf ook natuurlijk. En jij weet dat ook heel goed. Je hebt het aan lijf ervaren. Ja. En dat, dat klinkt misschien heel zwaar, maar depressief zijn drijft je de dood in. Hè. Dat is echt gruwelijk. Ja, zover kan het wel gaan. Ja. Oh god. En ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Nou, dan en ik sta er iedere dag op en dan denk ik, hé, we gaan er weer een leuke dag voor maken. Precies, ja. Dat is zoveel beter. Ja, precies. En dat willen ze hierboven ook alleen maar. Ze willen alleen maar dat je gelukkig bent. En dat geldt ook voor mensen die kijken natuurlijk. Iedereen heeft recht op geluk. En het hogere wil natuurlijk alleen maar dat we gelukkig zijn. En dat we op kleine schaal iets positiefs kunnen veranderen. In het totaal, zeg maar. Dat in de wereld uiteindelijk dat iedereen gelukkig wordt. Maar het is natuurlijk heel... Ik vind het heel bijzonder wat je mee mag maken. Dat is echt wonderlijk. En dat je zo met Stan telkens opnieuw die wondertjes mee mag maken. Want daardoor ga je geloven. Ga je echt geloven. Ja. Weet je van, Het geloof deed ik al bij het eerste moment. Maar door al die bewijzen, er is gewoon geen weg meer terug. Ja. En inderdaad, heel veel mensen... Ik krijg ook wel eens e-mailtjes van mensen die zeggen dan... Robert, even als ik over mezelf ga, Robert, je moet stoppen met je bewijzen. Die mensen hebben natuurlijk gelijk, want voor die mensen hoef ik me niet meer te bewijzen. En hoeft Stan zich niet te bewijzen, want die geloven sowieso. Die geloven onvoorwaardelijk. Maar als je het hebt over de wereld waar iedereen in leeft, daar zijn natuurlijk nog een hoop mensen die eerst willen zien en dan geloven. En die mensen moeten natuurlijk uiteindelijk ook om echt iets te kunnen veranderen in de wereld. Als je kijkt naar Derek Oglivie op televisie.
ja, die komt ook met feiten. Hè? Die zegt ook, stelt ook dingen aan mensen die hij absoluut niet kan weten. En daardoor is er ook in het land ook al heel veel veranderd. Hè? Dat mensen dus anders zijn gaan denken, bijvoorbeeld. En dat wat ik ook deed in mijn programma toen in de tijd bij RTL 4. En wat Stan nu doet. Ja, dat zijn allemaal een soort positieve speerpunten die geworpen worden in het denkraam van de mensen, het gecreëerde denkraam, zodat er gaten ontstaan dat mensen naar een echte realiteit gaan. En dat is het eeuwige, dat er dus meer is en dat we dus ook juist goed voor elkaar moeten zijn en elkaar de kans moeten geven en de waarheid vooral. Maar ik vind het heel mooi. Heb je nog meer dingen meegemaakt met Stam? Of, ja, zoveel. Dat kunnen we eigenlijk bijna niet opnoemen hier. Hè? Te veel om op te noemen eigenlijk. Ik heb al een vriendin van mij die binnenkort gaat trouwen. Leuk, ja. Ja, nou, inderdaad, heel leuk. Maar vorig jaar, haar vorige man, zeg maar, die is overleden. En wij waren dus daar en ik had contact met Stan. En zij wist ook van mijn contact met Stan. En op een gegeven moment zit ik dus op MSN met Stan. Heel gezellig. Zitten we gewoon normale praatjes te maken eigenlijk. Op een gegeven moment zegt Stan gewoon tegen mij van, die keuken daar is zalmroze of niet? Ik denk, ja, keuken, zalm, ik kijk. Die keuken was inderdaad zalmroze. Zo, ja. Maar het stomme, ik zit hier, Rosita zit daar, en daar is de keuken. Ja. Dus Rosita zat erbij. Ja. En ik zeg, nou, wat hij nou toch vraagt? Nou, en Rosita die zegt, hoe komt hij daar nou toch aan? Hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat? Ja. Nou ja, zodoende ik dat verteld. Ik gevraagd aan Stan. Nou, dat was dus van haar overleden man. Och, wat mooi. Ja. Oh, dat is heel troostend. Ja. Ja. Oh. En zij was ook gelijk van, gaat het goed met hem? Heeft hij zijn rust gevonden? En om vragen stellen, nou, hartstikke leuk. Toen zei hij van, ik wil nog wel even een teken geven, weet je wel. Er staat een emmer. Aan de rechterkant, nou wij dagenlang zoeken naar die kutemmer, niks gevonden. Op een gegeven moment kijken we dus achter de wasmachine, op de zolder. En Stan die zei, op de zolder staat een emmer. Ja, boven. Boven, aan de rechterkant. Aan de rechterkant. En dat bleek dus zo te zijn. Klopt. Ja, en Stan is geen inbreker. Stan heeft niet in het huis ingebroken om even te kijken. Nee, dat is dus echt de helderziendheid. Ja, heerlijk. Ja. Dat is dus die man die dat aan hem doorgeeft van kijk, ik ben er echt, twijfel niet meisje, want ik ben er. Ja, en zo gaf hij dan door dat er een man in om Rosita heen was. En die man had last van hartklachten, de hartbonzingen. En Rosita die zegt, nou ik zal er wel eens vragen. Want zij wist al, voor haar gevoel was het kon niet anders, dat was die man. Dat was die man. Zij naar die man. Zij daar gevraagd, nou die man zegt hoe jij daar weet, kom je daar nou bij, dat is vandaag begonnen. Echt waar? God. En die was helemaal... Ja, die had ook zoiets van wow. Ja. En wat, het kon niet anders. Nee, precies. En wat zeggen jullie dan tegen die man van ja... Dat hebben we van een medium, van ons medium. Oh. Want het is voor het ons medium, hè? Ja, natuurlijk. Ja, wij zijn echt blij met hem. Jullie gaan niet meer naar een ander, hè? Nee, wij zijn echt blij met hem. Ja, dat snap ik. Ja, dat is heel erg mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee dat het zo... Het is bijzonder, het is ontroerend, het is emotioneel, het is gek en grappig. Het is eigenlijk alles bij elkaar, hè? Het is heel wonderlijk. Wetend dat het dan nog meer is. En, ja. Ook die tekenen. Bijvoorbeeld, hè, Christel met mijn koffie zat op praten, hartstikke leuk. Het kost me hartstikke veel geld. Maar mijn koffie zat op praten is kapot. Het is een teken van Christel. Ja. Daar gaat het me om. Ja, ja. En ik vind het gewoon mooi. Koop je graag een ander koffiezetapparaat voor. Hè? Ja, dat vind je natuurlijk. Maar op dat moment, dan doe je dat dus wel. Want je hebt het teken gehad. Ja, dat is zo wonderlijk. Ja, dat wil je, Dat is zo mooi, dat wil je ook niet anders dan. Dan denk je, wat heerlijk zeg. En wat bevoorrecht ben je eigenlijk ook, hè, dat je dat zo mag meemaken. Want er zijn ook hele volkstammen van mensen die denken dat het hierna ophoudt. Die zeggen, ik krijg nooit een teken, ik merk nooit wat.
komt omdat ze er niet voor openstaan, denk ik. Dat is vind ik, ja, dat denk ik dus ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat als mensen het eigenlijk niet willen, ja, dan kunnen ze het ook niet ontmoeten. Als je echt naar je gevoel luistert en je luistert echt naar, ja, dan kun je dingen ervaren. Ja, ja. Mooi, mooi. Ja, voor mij is het heel apart geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die ik toe heb gehad. En ik mag hopen dat ik er ook nog veel mee ga maken. Nou, dat zal vast wel hoor. Ik heb het gevoel dat je nog wel meer veel meer gaat meemaken. Dat komt ook omdat je het echt, echt wil. Als je het niet zou willen, als je toch nog angst zou hebben. Ja, boven is zo netjes, die laten je dan toch met rust. En jij wil echt groeien, je wil echt ontwikkelen, je wil echt weten. Dat is fantastisch. Ja, en ik vind het ook geweldig om dan bijvoorbeeld van Christel de dingen door te geven die zij dan weer doorgeeft via Stan bijvoorbeeld. Ik snap het, ja. Het geeft zoveel. Je moet die mensen zien lachen. Ja, ja, ja. Dan maakt je zelf toch ook aan het lachen. Ja, precies. En dan zijn ze daarboven ook weer heel blij. Maar wat een begeleiding, hè? Ja, wat een begeleiding. Ik vind het echt fijn. Je wordt echt begeleid door de, door de engelen eigenlijk. Hè? Door de, de onzichtbare wereld eigenlijk. Ja. En Stan is dan eigenlijk het schakel daartussen die dan dingen door kan geven. En, ja, Stan heeft natuurlijk een mooie geest, een kinderlijke geest nog, waardoor ook, om het maar God te noemen, of het goddelijke of het hogere, je kan heel speels via Stan eigenlijk inspelen en in liefde mensen verwonderen van kijk, het leven is meer dan alleen maar werk en twee keer per jaar op vakantie, er is echt meer, hè? Ja, er is veel meer. Wat veel belangrijker is. Echt veel meer. En je krijgt rust hierdoor in je leven. Ja. Rust. Heel veel rust. Ja. Voor mij. Ja. Je krijgt nou eigenlijk echt het leven pas. Dat je echt... Je gaat de leuke dingen van het leven zien. En zeker als je depressief... Ja, want dat was ik daarvoor. Zit je depressief thuis. Ja, je hebt geen zin om naar buiten te gaan. Nee. Dus ja, op een gegeven moment dan doe je helemaal niks. En dan word je nog depressiever. Ja, dan blijf je dus in die negatieve spiraal hangen. Ja. Nou, ja, op een dag sta ik op en het was net alsof alles van mijn schouders afgevallen was. Heerlijk. Gelukkig. En vanaf die dag gaat het positief. Gelukkig. En nog? Nou, ik ben trots op je. Ik vind dat je het heel goed doet. En ik ben heel blij dat je naar Stan wil luisteren. Dat je je er open voor stelt. En dat je ook echt... wil, weet je, want je wilt ook weer. Je hebt zelf ook moeten vechten. Ja, zeker. En echt van, ik wil. Weet je, dus dat is ook echt, ja, dat is heel goed dat je dat doet. Ik vind dat heel, en dat is, ik voelde ook meteen, dat heeft rust. Te maken met rust en de inwijding. Dat hij dus eigenlijk net als ik, dus ook bepaalde dingen mag ervaren en door mag geven. Dus dat is echt niet zo, dat is ook niet voor iedereen bestemd. Dus mensen moeten niet denken dat ze bij mij komen of bij Stan. Dat ze dan de deur uitgaan en ineens ook medium zijn. Dat is dus wel een geboorterecht. Daar moet je dus wel voor voortbestemd zijn. En Stan is dus ook voorbestemd. Dat is eigenlijk ook altijd al een beetje een buitenbeentje geweest. Dus niet iedereen is dus per definitie medium. Dus het kan dus niet zo zijn dat mensen moeten denken als ze hier komen. Of als ze, ik noem maar iets, in een graancirkel lopen. Dat ze dan dus ook ineens een praktijk moeten starten. Dus kijk daar ook mee uit. Want tegenwoordig is bijna, tegenwoordig op televisie en noem op, met allerlei lijnen die je kunt bellen met allerlei mediums en zo. Ben daar heel voorzichtig mee, want dat zijn dus niet allemaal mediums. Dat is, heeft dus echt met een voorbestemming te maken of met een uitverkoren zijn. Dus dat is dus niet dat iedereen zomaar een praktijk mag beginnen, omdat dan dus ook juist dingen verkeerd gaan of verkeerde informatie gegeven wordt. Dus dat wil ik wel even zeggen. Pas wel daarvoor op. En dat zeg ik niet voor mezelf om groot te doen of voor Stan om groot te doen of arrogant te zijn. Maar dat zeg ik uit respect naar het hogere. Dat dus, dat het zuiver blijft. Dat niet iedereen maar een verhaaltje kan bedenken. Want dan wordt er dus informatie doorgegeven die vaak niet klopt of die heel gevaarlijk is zelfs. Dus kijk ook altijd uit waar u naartoe gaat. Dus dat is heel belangrijk. Maar goed, die foto is wel heel mooi. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat is zeker. Heel... Ook het leuke wat ik dan... Hè? Ik maakte die foto. Ja. Dus ik had echt zoiets van... Hè? Hoe kan dit? Ja,
Ja, precies. Ja, en we staan aan die foto te trekken. Jij maakte de foto, weet je. Dus het betekent ook weer dat jij weer een verbondenheid hebt met Stander, eigenlijk. Hè? Ja, heel mooi vind ik dat. Ja, en ik ben ook zo ontzettend blij dat je dit wilt doen. Want dit geeft mensen natuurlijk ook weer een stukje hoop en een stukje kracht. En dat ze ook Stan leren kennen. En dat ze ook, en dat mensen ook niet het idee krijgen van, hé, nu zien we die Stan op die website en op YouTube. Die wil Robert nadoen of zo. Want dat gaan mensen dan weer zeggen. Nou, dat is dus niet waar. Want ik kan ook bevestigen dat het dus, dat het dus een eigen beweging is. Dat het dus echt is. Dus dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Maar ik vind het wel heel wonderbaarlijk. Ik vind het heel, jij hebt elke keer wel wat nieuws om te vertellen aan jouw vrienden en kennissen en familie. Ja. Want ja, jij gaat niet zomaar, jij komt niet zomaar met de nieuwste rollen aan. Jij komt echt met wel gewichtig nieuws. Ja, vaak thuis. En heel vaak dan ook dingen die gaan gebeuren vanuit. Ja. En dan is het Christel die me weer wat doorgeeft bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. En die mensen worden daar ook mee geconfronteerd. Absoluut. En dit is heel erg goed, want zo door jouw getuigenissen telkens, wat je allemaal meemaakt en zo, gaan natuurlijk heel veel mensen ook zoiets krijgen van, jemig, wel, er is echt meer. En waardoor ze hun eigen leven ook serieus gaan nemen. En sowieso, ze, net zoals mijn ouders ook. Ik had ruzie met ze, ja. En hun zien ook hoe ik veranderd ben en hoe mijn uitstraling veranderd is, net als meerdere mensen op straat. Ja. Die zien gewoon dat ik gewoon een heel ander ben. Ja, veel vrolijker, hè? Ja. Veel blijer. En je bent er weer eigenlijk. En opener. Ja. Ja. Dat is voor mij sowieso. Natuurlijk, ieder complimentje is leuk natuurlijk. Maar ja, of je nou een dode blik hebt uit je ogen of dat je gewoon vrolijkheid uitstraalt. Dat is een heel verschil, hè? Ja, dan kies ik voor het laatste dan. Ja, dat snap ik. Ja, dat is een heel verschil, hè? Als mensen zien toch aan je ogen zijn de spiegels van de ziel, hè? Ja. En ze zien toch van, oh jee, hij voelt zich niet lekker of hij leeft niet. Je was eigenlijk al een beetje overleden. Ja. Ik deed ook niks. Nee, echt niks. Nee. Oh. En nou wel, ik onderneem weer dingen. Je bent er weer. Je hebt eigenlijk herrezen weer, hè? Dus opnieuw opgestaan. Klopt. Ja. God, en zo voelt het ook. Ja. Het is heel, een hele andere ervaring. Wauw. Ja. Nou, het is heel, heel fijn dat je zo'n lieve engel in de buurt hebt als Stan. Ja. Die altijd met zijn zachtheid en met zijn liefde altijd weer voor jou klaarstaan. Ja, en dan mijn opa en Christel. En hoeveel mensen je mist die dan boven ook eens over je waken. Fantastische support vanuit de andere wereld. Ja, heerlijk. Andere mensen echt die jou beschermen. Ja, dat is echt heel erg mooi. En dat is gewoon heel erg fijn. En ja, Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Dus eigenlijk het grootste geschenk wat een mens in zijn leven kan krijgen, is eigenlijk innerlijke rust. Mm-hmm. En vrede en tevredenheid. Hè? Ja, dat is mooi. Ja, dat is eigenlijk. We hebben allemaal wensen, we jagen natuurlijk allemaal idealen na, maar op een gegeven moment, als je innerlijke rust hebt en je hebt de verbondenheid met waar we eigenlijk allemaal vandaan komen, hè? Mm-hmm. Het licht, het eeuwige licht, ja, dan ben je eigenlijk een tevreden mens. Ja. Ja, ik heb natuurlijk nog steeds mijn wensen. Ja, natuurlijk, die moet je ook niet loslaten, hoor. Maar dat hoeft ook niet, hoor. Ik heb nu weer de kracht om ze te gaan verwezenlijken, zeg maar. Om ze te verwezenlijken. En in die tussentijd dat het er niet is, dat je toch gelukkig kunt zijn. Ja. En dan komt het vanzelf. En dan denk ik ga hier aan werken. Juist. Ik ga dat gewoon bereiken. Ja. Want ik wil dat. Ja, en als je dat vasthoudt, hè, van ik wil dat, dan gebeurt het ook. Ja, klopt. Dan gebeurt het ook. Daar ben ik van overtuigd. Ja, zo werkt het met alles. Het is ook heel belangrijk, ook, hè, waar we het nu over hebben even. Als je ergens in gelooft, dan gebeurt het ook. Dus als je zegt, ik kan het niet, of het gebeurt niet, dan gebeurt dat ook vaak niet, omdat gedachten krachten zijn. Dat heeft dus met andere dimensies te maken, voorbij tijd en ruimte. Dus zeg gewoon van, het gebeurt. Dan wordt het door de kosmos eigenlijk opgepikt en dan wordt er al aan gewerkt en dan zal het ook ooit gebeuren. Dus dat is echt belangrijk. Dus geloof, geloof, hoop en liefde is dat eigenlijk. Hè? Dus vertrouwen, dat is het. Ja. Alle fabeltjes van vroeger. Hè? Ja. Geloof, hoop en liefde. Ja. Dat zijn eigenlijk hele oude wijsheden, maar dat is eigenlijk allemaal wel waar. Dat is heel erg goed.
ja, ik vind het wonderlijk wat je allemaal vertelt. En ik vind ook, ik merk ook aan je dat het allemaal best gevoelig ligt, ook wat je vroeger hebt meegemaakt. Ja. Ik zie dat je soms bijna een beetje emotioneel wordt. Uh-huh. En dat snap ik ook heel goed. Dus het is heel fijn en heel wonderlijk wat er allemaal mag gebeuren. Ik ben zo blij dat je ziel eigenlijk gered is. Want dat is eigenlijk min of meer. Ja, misschien maak ik het te zwaar, maar... Nee, maar het geeft mij wel een rust. Ja. Een hele rust. Een hele diepe rust. Ja, het heeft mijn hele leven veranderd. Ja, dat letterlijk. Ja, precies. Ja, en ik denk dat daarboven dat ze daar heel blij mee zijn. Want dat is wat ze iedereen uiteindelijk gunnen. En jij hebt geluk. Ik mag hopen dat iedereen het vindt. Ja, precies. Dat hopen we samen. En jij, het fijne is dat jij er willen luisteren en je wil openstellen. Want daardoor heb jij heel veel geluk eigenlijk dat je die volwassenheid die bij de meeste mensen pas na de dood komt als het lichaam stuk is. Dat krijg jij nu voor de dood al een beetje. Dat je dus gaat weten van, er is meer. Je bent je dus bewust van iets anders. Ja. Van iets hogers waar het echt om gaat. Echte liefde. Ja. Authentieke, dus echtheid. Ja, en ik trek ook de mensen ook nog eens om mij mee. Ja, die trek je mee. Ja. Ja, heerlijk. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, trek er nog meer mee. Ja. Dat is alleen maar goed. Want God, om het zo maar te zeggen, die is daar uiteindelijk heel blij mee. Het hogere, het eeuwige licht, of het, of de bron, of hoe je het wil noemen. We geloven allemaal aan een macht. Nou, die macht is daar uiteindelijk heel blij mee. Die ons uitgeblazen heeft, ons uitademt en ons verdeeld heeft in allerlei individuen. Die is uiteindelijk heel blij dat dit zo mag gebeuren. Ja, ja, daar ben ik van overtuigd over. Ja. Wil je nog iets vertellen? Of heb je alles een beetje tot nu toe verteld? Want ja, wij kunnen natuurlijk praten. Ik kan een heel boek schrijven over zo. Ja, ik kan net zeggen. Nou, misschien moet je dat ooit maar eens gaan doen. Ja. Dat zou ook nog een goed idee zijn. En nou ja, er is nu al een deel vereeuwigd, want het gaat op YouTube. Het wordt ook misschien nog in het Engels vertaald, dus ook in het buitenland kunnen mensen het zien. Dat is alleen maar mooi. Dus dat is alleen maar mooi. En ik vind het heel dapper van je dat je, ja, dat je dit wilde vertellen aan mensen. Met jouw eigen. Ik zou weten waarom niet. Nee, maar dat is gewoon hartstikke fijn. Ik moet ook mijn dingetjes van Christel bijvoorbeeld, die wil ik ook doorgeven. Dus ja. Het is geen betere manier als dit. Vind ik ook. Heel erg bedankt. En ja, jullie die nu op dit moment naar de YouTube clip kijken, waar u ook bent of waar u zich ook bevindt op dit moment. Misschien zit u in een hele moeilijke situatie nu, of heeft u de hoop opgegeven, of bent u zelfs boos geweest op God of op het hogere en voelt u zich in de steek gelaten of weet u het niet meer. Weet dat er dan ook altijd hulp is. Altijd hulp. Weet dat je altijd mag vragen van God of het hogere, wat is er toch allemaal aan de hand? Waarom voel ik me zo? Help me alsjeblieft. En als u echt vanuit het diepste van uw wezen om hulp durft te vragen, dan zal er altijd hulp zijn op het juiste moment in de juiste vorm. En weet dat dat zo is. En misschien dat dit verhaal van Jos en van Stan u vandaag ook aan het denken heeft gezet. En dat u gaat denken van, hé, er is toch meer. Want anders kon dit ook niet plaatsvinden. Nou ja, ik wens u allemaal heel veel liefde en inspiratie toe. En ik wil jou wel... Ja, dank je wel. Heel lief van je. En ik wil jou heel erg bedanken dat je hier was. Dat was heel fijn. Vond ik ook. En wellicht tot in de toekomst weer. Ja. Oké.